President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren weer teruggekeerd in Suriname van zijn bezoek aan Canada. Het staatshoofd heeft in de Canadese hoofdstad Ottawa deelgenomen aan de CARICOM Canada Summit van 17 tot en met 19 oktober. De president spreekt van een vruchtbare deelname aan de summit. Samen met mijn ambtgenoten van de CARICOM hebben we gesproken over een strategische partnerschap voor een veerkrachtige toekomst. Deze reis was van groot belang om onze positie in de wereld te versterken en om cruciale vraagstukken als klimaatverandering aan te kaarten en oplossingen te zoeken, zegt president Santokhi. Het staatshoofd heeft tijdens zijn toespraak vooral stilgestaan bij klimaatverandering. De president heeft ook aangegeven dat beloften over klimaatfinanciering nagekomen moeten worden. Hij waardeert de toezegging van Canada om klimaatverandering aan te pakken en kijkt uit naar de implementatie van het streven.